Het is een imposant gezicht, al die kunstwerken tegen de achtergrond van Tata Steel. De Zee van Staal is een openluchtmuseum met de omvang van een paar voetbalvelden. Als klein meisje kwam ik hier al met mijn ouders naar een voorstelling van Dochtroep. En er werden enorme stellages hier gebouwd tussen de natuur met de staalfabriek op de achtergrond. En toen dacht ik, wauw, wat een magie. Hoe mooi het er ook allemaal uitziet, er zijn ook zorgen over de Zee van Staal. Een aantal beelden brokkelt namelijk langzaam af. De plaatjes die je ziet, dat waren mooie glimmende, zinkende plaatjes. Ja, en door de loop van de corrosie en de hoogoverstof, of de Tata-stof, is het allemaal een beetje zwart. Neem deze sculptuur bijvoorbeeld. Als je kijkt, het heet natuurlijk Esperanza Hope. Het is een zwangere vrouw. En als je een beetje op internet gaat kijken, zie je allemaal zwangere vrouwen die voor dat beeld staan met de foto ervan. Ja, en het mooiste is natuurlijk als het draait. Dit is een van de mooiste beelden die we hebben. Ja, en het draait niet meer. Nicky vindt dat er niet te lang mag worden gewacht. Nou, de initiatiefnemers van het park hebben natuurlijk ontzettend hun best gedaan om dit aan te leggen. En het zou zonde zijn als al dat werk van die kunstenaars nu teloren gaat. Dus ja, er moet wat gebeuren.